In de afgelopen 2 jaar hebben we kunnen nadenken over ons werk. Worden we nog wel gelukkig van hetgeen wat we doen? En halen we nog wel genoeg energie uit ons werk? Dit zijn belangrijke vragen om jezelf te stellen. Want werkgeluk begint bij jezelf. Wanneer jij een gelukkige mens bent, dan zul je ook productiever kunnen werken. Daarom delen wij in deze video een aantal tips om na de zomervakantie weer fris, doelgericht, gelukkig en met een hele dosis aan zelfkennis weer aan de slag te kunnen gaan. Uit wereldwijd onderzoek van LinkedIn blijkt dat het werkgeluk is gedaald met 3,5%. Daarbij zag LinkedIn ook een groei van 31% in het aantal LinkedIn-leden dat jaar na jaar van baan verandert. De zogenaamde jobhoppers. Waar het vroeger heel normaal was om je hele leven bij dezelfde werkgever te blijven, wordt je inmiddels raar aangekeken als je al 5 jaar ergens werkt. Wat zijn nou de belangrijkste redenen om van baan te veranderen? Een slechte balans tussen werk en privé, tegenvallende compensatie en arbeidsvoorwaarden en een niet passende cultuur binnen het bedrijf. Hierbij steekt een goede werk-privé-balans er als reden met kop en schouders bovenuit. Flexibiliteit vinden we belangrijk. Als jij je werkgeluk hebt gevonden, is dit ook beter voor je werkgever. Uit onderzoek van Newcom blijkt dat gelukkige werknemers gezonder zijn, een lagere absentie hebben, gemotiveerd zijn om succesvol te zijn, creatiever zijn, een betere relatie hebben met hun directe collega's en er is minder kans dat ze de organisatie gaan verlaten. Werk aan de winkel dus. Hoe zorg je nou voor dat je werkgeluk stijgt? Het vinden en hebben van de juiste baan is natuurlijk stap 1. Maar daar begint het pas. Uit onderzoek blijkt dat geld niet gelukkig maakt, maar tijd wel. Het is waarschijnlijk niet moeilijk om je daarin te herkennen, maar soms wel om er naar te leven. We voelen onszelf namelijk nogal snel druk. Hoe kom je uit die natuurlijke neiging om altijd maar te druk te zijn? Door eerlijk te kijken naar wat er achter die dagelijkse drukte schuilgaat. En door eerlijk te zijn over wat ons motiveert, zodat we andere keuzes kunnen maken over hoe en met wie we onze tijd besteden. Dat we allemaal zo druk zijn, wordt ook versterkt door de klassieke time management methoden. Die gaan allemaal over dat je zoveel mogelijk moet doen in zo min mogelijk tijd en dat je de beste versie van jezelf moet zijn. Maar worden we daar wel gelukkiger van? Zo stelt Arjan Broeren, zelden zijn de methoden gericht op rust krijgen, betekenisvolle relaties met anderen opbouwen en de vraag hoe je het meest bijdraagt aan deze wereld te onderhouden. Zijn advies is om deze race, om altijd alles maar beter te doen, niet aan te gaan. En daarnaast, oefen eens met niks doen. Dat schijnt best lastig te zijn, dus werk eens wat minder, maar doe wat je wel doet beter. Heb jij je werkgeluk gevonden en je tijd naar wens ingevuld? Dan is het tijd voor het volgende belangrijke punt. Een goede werkplek. Door de coronacrisis hebben veel werkgevers besloten om niet meer terug te gaan naar 100% van je tijd op kantoor. Over het algemeen zijn werknemers hier blij mee. Hybride werken is het nieuwe normaal. Maar hoe pak je dit nou goed aan? De meningen hierover zijn verdeeld. De een kan zich heel erg goed thuis concentreren, terwijl de ander zich veel beter kan concentreren op kantoor. Het verschilt echt per persoon. Het feit is volgens Rick Mulder echter wel. Slechts 28% van organisaties heeft een beleid voor hybride werken. Dat is weinig. Dus ook hier is werk aan de winkel voor werkgevers. Ben jij even helemaal klaar met werken in Nederland? Dan kan je natuurlijk ook vanuit het buitenland gaan werken. Dit is een trend die al een tijdje gaande is. Workations. In goed overleg met je werkgever kun je je spullen pakken en bijvoorbeeld neerstrijken in Spanje. We zien dit binnen Frankwatching ook steeds populairder worden. Zo zit er een collega in Tenerife, één in Rome en één op de Veluwe. Zolang je bereikbaar bent, er niet te veel tijdsverschil is, dan biedt online werken hiervoor de uitkomst. Wil je meer tips over werkgeluk en slimmer werken? Lees dan de Frankwatching Summary die bij deze video hoort. Hierin delen we nog veel meer tips over concentratie, het maken van notities, brainstormtechnieken en een lijstje met handige tools.